Ja, Peter Thijssen, hoe fier kan een vader zijn als hij met zijn zoon in een film kan spelen? Niet fierder dan dit prachtige evenement vandaag. Het is, ja, voor ons is dat geweldig, voor mij absoluut. Ik denk dat je als vader iets fierder kunt zijn op je zoon dan omgekeerd. Maar hopelijk in de toekomst gaat hij ook nog eens even fier zijn dan dat ik nu ben. Maar ik ben ongelooflijk blij voor heel de ploeg eigenlijk. Het was een schitterende ervaring en het wordt ook een heel mooie film. Hij zei mij ook, ja, ik had de regisseur al verschillende keren gezegd, als er ooit een vader voor mijn personage moet komen, moet het mijn pa zijn. Dus dat moet jou toch iets doen, hè? Ja, daarom ben ik ook zo fier op hem, dat hij een beetje opkomt. Voor mij ook. Ik vind dat leuk. Ik steek daar niet onder stoelen of banken. Ik vind dat keiplezant dat hij dat heeft gedaan. Wat wordt jouw rol in de film hier? Ik speel zijn vader. Dus zijn vader komt terug in de nieuwe wereld, in hun wereld. Terug van weg geweest, na zoveel jaar. Maar ik ga niet al te veel verklappen, want het is te spannend van in het begin. Dus ik ga mijn bijdrage tot het blootleggen van het verhaal minimaliseren. Nachtwacht is meestal voor de jeugd, voor de kinderen. Denkt hij het ook volwassenen kan aanspreken, die film? Dat denk ik wel. De impact van Nachtwacht is zo enorm. Dat kinderen sowieso hun ouders gaan meetrekken. En wat ik van iedereen hoor is, wij kijken gewoon mee op zondag. Dus ik denk wel dat ook volwassenen hier enorm gaan van genieten. Verschillende van jouw collega's doen mee, onder andere Sven de Rieder, Hilde Barmaker. Hoe was die samenwerking met die andere collega's? Ja, heel fijn, hè? Dat zijn vrienden. Dus ja, als je met vrienden mocht samenwerken, is het altijd feest. Film of theater, is dat moeilijk voor Peter Thijssen? Helpt de weegschaal naar een of andere kant over of blijf je die duizendpoot zoals je kennen? Ja, voilà. U hebt het zelf benoemd. Ik wil niet kiezen. Ik ben niet voor één gat te vangen, of hoe zeggen ze dat? Nee, ik wil alles wat op mijn pad komt doen. En ik herinner mij altijd, en dat zit zoals een klein manneke in mijn kop, Jacques Van Assen die zegt van, niet vies aan. Wat wil zeggen, u nooit te goed voelen voor gelijk welke opdracht. Is het moeilijker om in een kinderfilm of in een jeugdfilm te spelen als acteur? Nee, als het scenario goed is en de omkadering is goed en de regisseur zit goed en de DOP is goed, ja, iedereen werkt keihard graag mee, dan is het een feest zoals nu weer. Echt een fantastische ervaring. Jij bent ook een acteur die voor kind staat in die visie om zich te vermomen als koning of als andere rare snuiters. Dat verkleden, is dat zo'n kind dat in jou wakker blijft, Peter? Ja, ik verkleed me wel heel graag, dat moet ik zeggen. Ja, dat zal ook de toekomst uitwijzen dat ik dat heel graag doe. Ja. Vertel. Nee, ik ben bezig met een solo die volgend jaar in première gaat. Allee, ik ga 4 voorstellingen volgend jaar in mei. Met een solo en daarin wil ik wel wat van alles laten zien. Wat ik heel graag doe, vooral.